handjes omhoog zo. En ga zwaaien naar Sylvia. Ja, je mag zwaaien, maar je mag ook niks doen. Dus ja, wat je zelf wil. Nee, je mag ook zwaaien hoor. Heel goed, ja. Je zwaait gewoon naar Sylvia. Helemaal goed. Dan gaan we. Zwaai mij naar Sylvia. Zwaai naar Sylvia. Als je haar begroet, dan doen we het dan ook goed. Zwaai naar Sylvia. Oké, we gaan even oefenen. Rechterhand omhoog. Ook de papa's en mama's, hè. Ja, jullie staan er natuurlijk niet voor niks bij, hè. Papa's en mama's ook. Linkerhand omhoog. Ook daar dat roze t-shirt. Ja, dat bedoel ik. Ook Geert. Twee handen omhoog. Naar Sylvia zwaaien, hè. Ja. Heel goed. Wat je ook kunt doen, is je handen aan de zijkant zo. En dan met je vingers zo zwaaien. Dat is zo leuk. Ja, dat is een beetje moeilijk als je mensen naast je hebt, maar het maakt het wel leuker. En wat je ook kan doen, is een beetje een buiging naar Sylvia. Dus je maakt een buiging naar Sylvia. Ja, echt een mooie buiging. Oh. Zwaai rechts en links naar Sylvia. Heel goed. Met twee handen zwaai maar naar Sylvia. Met de rechterhand, als je haar begroet, en doen we het dan ook goed. Zwaai maar naar Sylvia. Oh. Kijk eens hoe Sylvia staat te stralen. Kijk eens naar de glimlach om haar mond. Het is vast de mooiste dag van haar leven. En Henry, waar is Henry nou? Die loopt niet rond. Ja, dat dacht ik al. Rechts, zwaai maar naar Sylvia. Ja, links, zwaai naar Sylvia. Kom even tussenin staan, met twee handen. Als je haar begroet, doen we het dan ook goed. Heel goed, even zo, zijwaarts, ja. Oh, ziet er goed uit. Oké, jongens en meisjes. Sylvia is een soort koningin nu. Dus wat wij gaan doen, we gaan een diepe buiging maken naar Sylvia. Dan gaan we buig naar Sylvia, hè. Let op. Buig naar Sylvia. Ja, nog een keer. Buig naar Sylvia. Ja, dat gaat helemaal goed. Als je haar begroet, doe het dan ook goed. Dan gaan we. Buig naar Sylvia. Oh, met twee handen nog zwaaien. Zwaai naar Sylvia. Ah. Jongens, applaus voor jezelf en applaus voor Sylvia. Dankjewel.